Hoi allemaal, welkom weer bij dit nieuwe, filmpje. Dit wordt een repaint filmpje in een paar delen. Nou, hoe moet je repainten? Je hebt een model nodig. Ik heb het oude model van Nikita. Want ja, deze is echt heel lelijk. Nou, niet lelijk. Ja, de verf is echt aangetast. Nou, en deze heb ik dus. Deze heb ik dus nu. Dus Nikita nu. Nou, en als ik ze even een beetje voor elkaar neerzet. Zo, die een beetje in beeld, die een beetje in beeld. Zie je dat deze hele mooie kleur heeft. Maar als je deze ziet, die heeft echt, ja, die verf is gewoon echt aangetast. Dus deze gaan we nu even witten. En dat is makkelijker, want dat is de deklaag. Daar heb je dus echt gewoon deze nodig voor de acrylic. Deze ga ik het even doen. Doe nooit te veel. Zo. En ik gebruik even kijken. Oh. Sorry dat die hier bewogen. Ik heb dus deze. Oh ja, ik heb eigenlijk alles bij de action weg. Maak hem goed droog. Nou, dan begin je met het hoofd. Ga je echt gewoon heel voorzichtjes. Laat eerst wel even aan deze kant zien. Ga je heel voorzichtjes eroverheen. Zodat je het krijgt. Zodat je het dus zo hebt. Dus dan heb je zeg maar. Dus zorg wel dat de eerste laag goed gaat dekken. Zorg wel een beetje dat je gewoon netjes. Een beetje netjes. Oh ja, de verf wat hierop zat, dit paardje die ik nu weer opnieuw ga schilderen. Er zat echt helemaal geen acrylic op, want het is echt heel plakkerig. Was echt heel plakkerig en zo. Nou, dit herhaal je dan totdat je helemaal, ja, niks, geen kleur van de, zodat je de kleur van de model, de oorspronkelijke model, niet meer ziet. Net uit de droger. Wauw, een waterval van warme droge was. En
dat over jullie heen, dat laat jullie leggen? Ja. En hoe zijn jullie op het idee gekomen? Mijn moeder die wordt het altijd over ons heen. Toen dus zei Aniek van, als we wat voor PlayStation. Nou, dat is ook zeker waar, wat een goed idee. Hey, en want die moeder heeft natuurlijk 1 wasje, 2 wasje, maar volgens mij willen jullie het een beetje extra laat, toch? Ja. Wie weet. Nou ja, dit doe je, nou ja, dat heb ik dus al gezegd, dit doe je dus de hele tijd, als je het, zodat je goed, ja, zodat het, zodat de verf goed dekt. Dat kan dus ook wel eens gebeuren, dat die valt. Nou ja, en is iemand nat, dan heb je dus altijd een ander dunner pasje. Die gebruik je eigenlijk altijd later. Kan je altijd je model zo een beetje. Nou, dat doet bij mij dus niet. Ik zie weer mijn vinger afdrukken. Nou, soms wil dat dus ook niet. Nou ja, dit doe je dus eigenlijk altijd. Dit doe je gewoon, dit doe je dus zien als je, dit doe je dus helemaal steeds. Totdat je het hele model, eigenlijk het oorspronkelijke model niet meer ziet. Ja, ik heb nu alweer mijn vingerafdrukken erop. Dus de verf is weer niet goed. Zo. Nou, dan moet hij dus drogen. Nou, en als hij dan droog is, dan doe je er weer een op. Nou heb ik dus helemaal gewit, zoals je ziet. Ik heb helemaal gewit, van toren van top tot teen. Dus zo is het hoofdje zo. Nou ja, en deze die ik hier heb. Nou, die ga ik dus niet repainten. Dat gewoon het officiële model. Nou, deze. En nou heb deze is dus nu gerepaint. Nou, tot de volgende keer bij stap 2. Doei!